sumo-worstelaars in Japan. Maar een paar dagen in het jaar doen ze wedstrijden. En ik heb een kaartje kunnen scoren. Het is een flink stadion. En de sumo-worstelaars zijn echte helden in de ogen van de Japanners. Kijk eens even hoe lenig ze zijn. Ze trainen heel veel. En eten misschien nog wel meer. Zodat ze hun tegenstander de ring uit kunnen duwen. Na de lichtgewichten, tussen haakjes, is het tijd voor de echte beulen. Dit zijn de allerbeste van de wereld. Hey, wakker worden. Tijd voor de finale. Ik denk dat deze gaat winnen. De finale bleek de beste partij te zijn. Ze duwen, trekken, geven soms ook wat klappen. Ik vind het er best wild uitzien. Het is ook een tactisch spelletje. En uiteindelijk is het de favoriet die wint. Bijzondere ervaring. Maar ik hou het bij freestyle.